leuk. Je ziet ook dat het gaat ontploffen. TNT barrels. Een beetje uit de buurt blijven natuurlijk. Oh, wat mag er wel onder. En level 19. Nou, dit is toch fantastisch allemaal. Hier hebben we ook nog wat. Crates. Het is wel echt kassa. Lekker. Maar deze ruimte lijkt me wel wat groter trouwens dan de ruimte die we net hadden. Het maakt wel heel leuk geluid ook. Op de slashers. Hier even naartoe. Wat hebben we hier nog? Zo, dit is een grote, echt een grote ruimte. Ik zie dat er voedsel in de buurt is. Wow. We komen een spelbank onder hier. Dit is echt, echt groot. Hoppakee. Ja, hier hebben we de vorm. Die moeten we hebben dus. Nou, dat was weer snel gebeurd. En we hebben iets gevonden hier. De plunger. Die zochten we blijkbaar. Oh nee, wacht even. Hier verderop is wat. Hierboven. Ja, een broken detonator. Oh, mensen. Waar kan ik naartoe? Er zit een kist. Met een allerlei mooie mysterious spulletjes. Kijk, een verborgen ruimte. Hou eens op, joh. Hop, daar ga je. Nou, leuk. Hier weer een broken detonator. Oh, daar heb ik een plunger voor nodig weer. Maar ik moet steeds een plunger vinden. En daarna kan ik de boel laten ontploffen. En hier hebben we weer zo'n vorming. Die zal er een hebben. Ja, plunger. Dus gaan we hier weer naartoe. Ja, en komt hij. Op, kaboom. Prachtig. En dan zijn we hier in een verborgen plekje op de kaart. En wat ligt hier voor moois dan? Een hele grote plek dit. Ik verdwijn volstrekt van de kaart, zie. Nou. Ja, ik begin behoorlijk vol te raken inderdaad. Maar goed, gelukkig heeft mijn beest nog plek zat, dus. Your pet's inventory is full. Geen probleem. Ik heb zelf weer genoeg. Dit is echt groot, hé. Maar omdat je nu niet op de kaart kunt kijken, weet ik ook niet, zeg maar, hoe ver ik kan gaan met zoeken. Maar ik geloof wel dat het dat was, hoor. Die kist. Dus we gaan weer terug. Weer een plunger. Nou. Ik bedenk me ineens dat ik nog helemaal niet ben doodgegaan. Dat hou ik toch wel graag zo, ja.
ziet er gevaarlijk uit. Oh, dat is wel een gaaf ding. Behoorlijk wat kracht. Maar ik ook. En dat was hem weer. Pork slammed hebben we gehaald. Hoppakee, hier weer een mooie blauwe kist. Nou, voordat ik eruit ga, moet ik eerst maar eens even kijken of er nog meer hier. Nog een detonator plek en die kan ik al maken. Vinden. Dat verdwijnt natuurlijk weer van de kaart. Yep. En hier is weer een mooie kist. Kan ik die nog kapot maken? Oh, die grote wel. Dat was me niet opgevallen. Leuk. Heb je ook wat aan om die grote kapot te maken? Het levert volgens mij niet zoveel op. Nou goed, ik ga eruit. Maar niet voordat ik even de boel heb verkend. Dus dat ga ik even doen. Oei, is weer een vloer, man. Ik vind echt zoveel mooie spullen, niet te geloven. Maar ik heb dus weer een plunger, dus ik kan weer iets om laten ontploffen. Moet ik alleen even kijken waar, dus ik ga even op zoek. Zo, is het goed hè? Ik ben. Ja, hier. Oei. Moet ik eruit? Goed gedaan. Nou, dat helpt me niet zoveel. Ruim het eens even mooi op. Veel mijn reuze tegen wat er in deze kist zat. De klap was indrukwekkende. Maar hier achterin hebben we ongetwijfeld dus de plek waar de detonator is. Eens kijken of we daar kunnen vinden. Heb ik nou wat ik moet hebben, is de vraag. Ik weet het niet. Ik hoop het wel. Nou, ik ga naar de uitgang. Oké, daar zijn we dan. Bij de uitgang. We gaan er van tussen. Volgens mij is hier niks meer te halen. Wegwijzen. En waar gaan we nu? Ja, hier weg. Ja, wordt weer een eindje lopen. Oké. En nu zijn we bij... Oeh. Een plek waar een gezicht weggaat. De Whispering Cave. En daar zoeken wij de Golden Gear. Nou, gaan we eens even kijken. Het is allemaal heel donker. Oeh. Zo. Dat is meteen al raak. Heel snel af. Nou ja, goed. Prettig. Zo.
Een beetje druk. Een rare ding gesmeerd. En dan een kist. Ah, vies eruit. Een gouden kist. En de golden gear, daar ligt het. Nou, dat hebben we mooi vlot gedaan. Al zeg ik het zelf. En level 20. Een en al geluk hier. Vieze dingetjes zijn dit. Maar. Het is wel spectaculair wat hier allemaal gebeurt. Ik moet zeggen dat ik het wel leuk vind, al die kleuren. Ja. Nou, dat was het. Dat hebben we mooi snel gedaan. Goud terugbrengen. De Golden Gear. Er staat hier om de hoek, die man. Dus dat gaan we meteen even regelen. This is it, the Golden Gear. I thank you on behalf of all the Zerfi people. This might just have tipped the battle in our favor. I can only offer you this as a payment. But if you are ever in Zerifesh, come find me and I will grant you a proper reward. Nou, wat heb je voor moois? Ja. Ik heb nergens zoveel belang bij. Pak de duurste wel. En bedankt, hè. Hij heeft ook geen zware stem. We will be moving along shortly. Some of our injured need a bit longer to recover before they are ready to travel. Remember, if you should find yourself in Zerifesh, please seek me out. Nou, ik hoop dat ik weet wat het is. Thank you for your help. The others are too injured to go on, so it falls to me to stay here and guard them. We hebben al gehad. Oké. Nou, tot slot denk ik dat wij nog moeten naar die ene grot. Ik weet niet hoe ver die weg is. Dus even kijken op de kaart. Oh, dat is daar. Oh, dat valt er mee. Gaan we er even heen. En dan zit deze enorme missie erop. Die Amber Keys. Dus ik verwacht wel dat dit een beetje wat grotere grot is dan tot nu toe. Missing Passkey Amber en Missing Latchkey Amber. Kijk, en daar is het. Hij is actief. Nou, wat gaan we doen? Eerst deze kist openmaken. Belangrijk. En dan? Oeh, sorry. Zalle mensen. Dat ging heel snel. Oeh, flamethrower. Gaaf. Even, kun je daar nou ook heen of heb ik dat nou verkeerd gezien? Dat heb ik verkeerd gezien. Het is gewoon één lang stuk rechtdoor. Oeh, is dat een tongen slicer? Nou. Ik zit me net te bedenken, ik ben nog steeds niet dood gegaan. Leuk. Het zijn leuke dingen om je te bedenken. Had ik dan niet liever hardcore willen spelen? Nope. Dat vind ik dan weer minder relaxed. Oeh. Wie is dit? Wie is dit? Kekklot.
Ik ben bijna dood. Wat zal er gebeuren? Ik heb toch niet de pijp uitgaan nog. Het zal wel heel stom zijn. Nou, dan gebeurt hier genoeg. Oké, we gaan de trap af. Eens kijken waar we uitkomen. Ik moet ook nog wat puntjes verdelen, zie ik hier net. Nog even wat startpunten sinds de laatste levelwissel. Heb ik dat niet gedaan. Dus dat is wel even handig om te doen. Eerst maar eens even kijken. Oh. Ik schoen er niet meer wachten. Wacht, ik ga het gewoon doen. Hier, ik ben al level 21. Dat kan ook wel een keer heel hard. Even die stappuntjes verdelen. Oeh, Paranost. Nou, was ook weer zo af. Ja. Ik had misschien toch beter een moeilijkheidsniveau veteraan kunnen kiezen, bedenk me nu, maar. Het kan kapot. Dit ook. Heeft het nog zin om dat kapot te maken? Is er hier nog één? Kan die eens bijkomen? Ah, doe maar. Waar is de bad guy? Ik verwacht op ieder moment een bad guy eigenlijk. Oh. Het is wel één groot feest met allerlei kleurtjes en ellende, maar. Moet ik belangrijk hier. En ik ben inmiddels well known. Dat ik de Blood Monkey heb verslagen. Oeh, wie hebben we hier? Flashstroller. My inventory is full. Zo, ik heb echt inderdaad een hoop spullen. Echt een hoop spullen, even kijken. Hier kan ik vanaf, hier kan ik vanaf. De rest moet ik even uitzoeken. Dat doe ik even als het rustig is, maar nu moet ik. Even kijken, deze wil ik hebben nog, die ook. Ik stuur hem wel even naar de stad. Your pet has departed. Goed, ik ben bij een deur. Even kijken, de Grand Regent, dit is het. Dit zal waarschijnlijk het einde van dit verhaaltje zijn. Schat ik. En het was een best een grote grot, dus het werd ook een keer tijd. Ja, kijk, hier moeten we zappen. Ja, dit ziet er allemaal vrij onheilspellend uit. Wie is dat? Dat is de Grand Regent, toch?
Oeh. Oh jee. Hoe slaan we deze jongen? Ik moet hem hebben. Oh. Ik moet hem gewoon verslaan. Hij is natuurlijk corrupt geraakt. Nou, doen we dat dan even. Zo, hij heeft flink wat hulp. Nou, op zich, we hebben wel eens prima hier. Hoppakee. Is hij al bijna. Yes. Nou, we hebben er weer een achievement bij. En het is meteen weer lekker rustig hier in de grot. En in één keer is dat roze licht niet meer zo griezelig. Hoe komen we eruit? Oeh, wat gebeurt hier? Die ziet er niet vriendelijk uit. Oh. Wacht even, is dit een... Oh, dat is zo'n Guardian. Guardian of the Wild. Even de boss chest kijken. Ja, nog even snel wat overgooien. Hup, en hup. Nog meer? Ja, dit ding. Nee, zo, het zijn allemaal mooie spullen die ik even moet bekijken, rustig. Dit ding kan weg. Zo. Wat is dit? Longbow. Oké. Guardian of the Wild. Thank you, Mortal. I was told weakened by the alchemist to fend off the Nether Beast when it revealed itself. Had you not appeared when you did, it would have possessed me as completely as it had the Regent. En level 22. Netherum, the alchemist, and this plague are all connected. Everywhere the alchemist goes, Ordrak's heart taints the nature of magic itself. It creates a kind of infection, not too dissimilar from Ember Blight. These tiny infections grow, and eventually develop into a conduit for Nether. The victim becomes a host to the Netherum, a Nether thrall. This is what happened to the Astharians, and for some reason, the effect was stronger with the Grand Regent. Perhaps he was exposed more directly when he battled the Alchemist. In any case, the thing that possessed the Regent, the thing that attempted to possess me, is more powerful than the others. It is a Nether Beast, one of the Netherum kings who led the invasion of our world an age ago. I am sure it will return, seeking vengeance. Nou, dan moeten we wat aan gaan doen dan. Netherum, the Alchemist and this plague are all connected. Goed. We kunnen eruit. Ik geloof dat we naar de enclave kunnen. En dan zet ik er even een punt achter voor vandaag. Yes. Ja, daar zijn we hier. Ik bedank je voor het kijken. Als je het leuk vond, klik op leuk. Abonneer als je geen abonnee bent, want dan blijf je op de hoogte. Voeg de video's toe in je favorieten. Deel het met mensen via Facebook, Twitter, etc. Hives. En ik zie je heel graag de volgende keer weer terug. Bye bye.